prachtig mooi doekboek overhandigd aan de wethouder. Ja. Ben je Vlaardingen van huis uit? Ik kan wel. Getogen? Geboren en getogen, ik kan wel, ja. En heb je het doekboek al een beetje doorgebladerd? Ja. Snap je het een beetje? Ja. Wat vind je het leukste erin? De stickers? Jij ook? Ja hoor. En weet je wie Dirk de Derde is, een beetje? Degene die zo'n beetje Vlaardingen heeft voor kijk, elkaar. De grondlegger, hè? Ja, de grondlegger. Die een aardig gevecht heeft geleverd en die uiteindelijk tegen de Duitse overheerser, toen al, zijn wil heeft kunnen opleggen. Ja. Het gevecht in positieve zin voor Vlaardingen heeft beslecht. Ja. Dan weten we dat weer. En wat heb je allemaal in je zak zitten, vriend? Het doekboek zelf? Ja, natuurlijk. Een paar foldertjes en en een beetje smuizerijen, een beetje postertjes, flik, juist. En natuurlijk het onvermijdelijke zwaard. Voorzichtig daarmee, hè? Nee. Maar je prikt elkaar zo de ogen uit voor in de baard. Een klein riddertje. Juist. Maar niks en een tas. En een buideltje. Met voor je gelletje. Met en een munt. Oh, pak hem nou. Met een Vlaardingse munt. Kijk eens even. Ja. En kan je daar wat verkopen? Weet ik niet. Wat is dat, een matje? Of? Ik weet het echt niet. Misschien staat wat in die boekers. Ja, kan ook. Oké, jongen. Nou, felicie. Flap. Dank u wel. De munt. Bepaard bestaard. Ermee. Gaan jullie dan ook nog in klederdracht verder? Want jullie zijn gewoon een beetje ruilhandelaren, annex, anderszins Toema zitten. Oké, okay. Mooi zo. Pas maar. Even wachten hoor.